Vorige week donderdag was de opening van het Home Art Project in Amstelveen. Voor dit kunstproject fotografeert kunstenares Stefanie Rode mensen die een huis van witte wol vasthouden. En stelt zij deelnemers de vraag waar zij zich thuis voelen en waarom. Hieruit ontstaan de zogenaamde zielsfoto's, waarbij de deelnemer vanaf de achterkant wordt afgebeeld. Stefanie zelf vertelt waarom ze dit project in Amstelveen is gestart en wat haar doel is met deze tentoonstelling. Nou, dat is eigenlijk zo'n beetje ontstaan in de tijd met corona, waar dat reizen dan niet meer mogelijk was. En toen kwam ik erachter dat in mijn woonplaats ontzettend veel verschillende nationaliteiten leven. En toen dacht ik, dat is misschien wel een mooie wereldreis om hier op zoek te gaan naar al die mensen en al die verhalen te horen. En wat hoopt u dat mensen zullen ervaren of leren wanneer ze de buitententoonstelling en nu hier bezoeken? Mijn grote wens is, en tot nu toe is het ook al gebeurd, dat mensen dus met elkaar in gesprek gaan en echt erover nadenken van wat heb ik eigenlijk nodig? Er zijn meer dan 140 verschillende nationaliteiten aanwezig in Amstelveen. Dan is de vraag of de kunstenares ook echt alle nationaliteiten heeft kunnen verwerken in haar kunstproject. Nee, dat helaas niet, maar ik ga nog door. Dus het is niet zo dat ik nu klaar ben. Maar het is heel ingewikkeld, omdat vanaf 10 mensen, als het dus een kleine groep is, dan staat er niet eens meer welk land het is. Dus dan weet je ook niet naar wat je moet zoeken. De tentoonstelling vindt dus op 2 verschillende locaties plaats. Een deel van de foto's hangt in Atelier 2005 en een ander deel is te zien als vlag aan de parklaan vlak aan de rand van het Boerse Park. Nu rest alleen nog de vraag, waarom nou iedereen vanaf de achterkant fotograferen? Dat is eigenlijk heel simpel, omdat ik persoonlijk denk dat je dus aan de achterkant vaak meer kunt zien en ook de manier hoe mensen hun huis vasthouden, dan van voren. Dat als je van voren gefotografeerd wordt, dan ga je een beetje je best doen. Je kijkt of je er goed uitziet. Je bent dus eigenlijk meer met je uiterlijk bezig in plaats van met dat wat aan emoties net speelt. De tentoonstelling is te bezoeken vanaf 21 september tot en met 22 oktober. En de vlaggen die aan de parklaan staan, zijn dag en nacht gratis te bezichtigen.